Sandrine, ik ben er nog van aan het shaken als ik de eerste 15 minuten nog maar zag. Hoe is het nu voor jou? Het is heel veel. Ik geniet daar echt van. Ik heb dat vorige week ook aan Frank gezegd, aan Martin, aan Tijl. Ik ga altijd met de glimlach naar huis. Het zijn hele lange dagen, maar ik ga altijd met de glimlach naar huis. Ik ben zo onder de indruk van hoe alles hier is en hoe alles verloopt, hoe het eruit ziet. Van de hele cast, het ensemble, de figuranten. Het is waanzinnig mooi. Hoe is het parcours gelopen tot nu? Goed, denk ik, ja. Het zijn al hele leuke weken geweest. Heel zwaar, want we repeteren 6 op 7, maar met heel veel plezier, ja. Waarom is dit een verhaal dat eigenlijk zeer actueel geworden is? Hè? Want we spreken over 1418, maar Frank van Laken zei, het is zeer actueel en dat gevoel heb je ook wel, hè? Ja, absoluut. Dat is ook. Ja, ik vrees een beetje dat een verhaal van alle tijden gaat zijn. Want er zijn wel constant mensen op de vlucht. Dat is heel jammer natuurlijk, hè, dat wij nog altijd in die wereld leven. Wat betekent het om inderdaad in zo'n musical te mogen staan, om een personage te incarneren waarbij dat je misschien wel een of andere manier een verwantschap hebt, omdat je dat ziet op het nieuws, maar dan nu zelf mogen spelen? Ja, dat is heel... Dat is wederom ook heel veel. Je kunt dat op verschillende manieren zien. Langs de ene kant inderdaad ga je die affiniteit voelen met de mensen die zulke dingen meemaken. Langs de andere kant probeer je ook vanuit dat personage mensen anders te doen denken. Die misschien zoiets hebben van, dat is oké, die moeten maar hun plan trekken. Dus er zit heel veel in. Vandaar ook dat ik het echt heel goed wil doen, omdat dat heel belangrijk is. Hoe is het om samen te spelen met de cast die hier nu massaal op de bühne staat? Dat is de max. Het is de max. We hebben echt een gezellige groep. En blijkbaar iedereen zegt het, ook mensen die hier al vaker hebben gestaan, ze zeggen dat het een hele goede groep is. Dus voilà. Je hebt musical, maar dan heb je musical Far Behind, want dit bougeert langs alle hoeken en kanten. Hè? Ja, dat klopt. Dit is echt het spektakel gewoon. Dit is een totaalbeleving. Je komt binnen, je zit meteen in de sfeer. Je komt de zaal in en je hebt zoiets van yes, let's go. En je wordt gewoon omvergeblazen. Ik vind het ook super tof hoe deze keer, hoort mij deze keer, de vorige musical die ik gezien heb was Red Star Line, dat is ook de enige. Maar dus deze keer, hè, wink wink, ga je echt precies telkens in een scène, zoals in een film. En dat is fantastisch graaf. Ja, ik dacht op een gegeven moment met een camera's aan het inzoomen, ben er niet aan geweest, maar het is inderdaad, je wordt er ingezoomd. Fantastisch gewoon. Die beleving is echt magnifiek. Ja, dat is de max. Want iedere keer ook, tijdens de montage, toont Tijl eerst aan ons hoe een scène er zal uitzien. En dan zitten we weer allemaal zo... Oh, wow. En iedere keer daarna zijn we allemaal aan het applaudisseren. Het is zo mooi. Ja. Hoe kijkt je uit naar de première? Met heel veel zin. Ik kan niet wachten om het te tonen aan iedereen. En is het nog spannend? Moet er nog veel gebeuren? Of is het... Ja, er moet wel nog wat gebeuren. Het is zeker nog spannend. We zijn er nog belangen niet. Dus, maar ja, goed, hè, we gaan ervoor. Wat is jouw allereerste zin? Wel, die heb jij net gezien. Hè? Volgens mij ga jij een hele schone soldaat zijn. Okay. Voilà, super. Merci. Dank je wel.